Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Zoals jullie zien, staan we weer in de winkel van Vuurwerkbunker. Het is eindelijk zover om je vuurwerk te bestellen. Misschien zijn er wel mensen die wat besteld hebben. Laat het achter in deze comments. Maar in deze video laat ik precies zien wat onze allereerste bestelling is. Want dat doen we ieder jaar. Nemen we jullie gewoon mee naar onze eerste bestelling wat we gaan doen. Waarschijnlijk gaan we nog wel meer halen, maar dat gaan jullie dan in de volgende video zien. Wat ook belangrijk is, dat we in deze video 7 cakes gaan weggeven. 7 stuks, jongens. Dus later in deze video laten we de instructies zien hoe je dus mee kan doen aan die giveaway. Helaas, als je die kat even opfilmt, staan de dummies er nog niet. We zijn daar iets te vroeg voor. Ik denk dat het deze week wel komt. Dit is trouwens de vestiging van Pijnakker. Maar ze zitten onder andere in Zoetermeer, Leidse Rijn. We gaan nu even het vuurwerk bestellen, ons eerste gedeelte. En zoals ieder jaar nemen we jullie daarin mee. Dus jongens, op dit moment zijn we dus thuis. Laat ik jullie precies zien wat we in deze video gaan bestellen. Dus wat ons allereerste deel aan vuurwerkbestellingen zullen zijn voor de collectie van dit jaar. Ik blijf het zeggen, jongens, we zijn met meerdere mensen van PTD, ongeveer een stuk of 12 dit jaar, misschien nog wel meer. Dus op die manier beperken we de kilo's tot ongeveer 25 kilo per persoon. En dan gaan jullie gewoon de compilatie kunnen zien. Zoals ik net ook al in de intro heb gezegd, jongens, in deze video ga ik jullie 7 cakes weggeven. En daarnaast hebben we op 2 artikelen een hele mooie korting. Daar ga ik zo meteen even als eerst mee beginnen. De giveaway zal later in deze video naar voren komen, want we gaan 7 keer een specifiek product verkopen met daarbij de instructies hoe je kan meedoen. En geloof me, dat is makkelijker dan je denkt. We gaan nu naar de site van Vuurwerkbunker, de bekende site. Wij gaan altijd natuurlijk naar Pijnakker of Zoetermeer. Dit jaar zal het Zoetermeer zijn, denk ik. Maar ze zitten onder andere ook in Pijnakker, dus Leidse Rijn, Lelystad, Krukius, IJsselstein, Zoetermeer en Katwijk. Voor deze 7 gaan we dus ook een giveaway doen. Ik vergeet er trouwens bij te zeggen, we gaan in deze video 7 cakes weggeven. Maar daarnaast komt er natuurlijk een livestream aan, zoals ieder jaar dat jullie van ons gewend zijn, op 27 december. Dus schrijf het allemaal in je agenda. Rond een uurtje of 7 uur 's avonds gaan we live op YouTube. En ik verwacht dat we daar nog veel meer gaan weggeven. Dus we hebben bijvoorbeeld op de Furious Clouds hebben we een hele mooie kortingscode voor jullie. Dat is dit artikel. Het is een heel mooi cakeje voor die prijs, 25 euro. En ik mag jullie die aanbieden voor 20 euro met de kortingscode PTDCloud. Als jullie deze invoeren bij het bestellen, kan je deze nog even snel meepikken voor 20 euro. Dat is dus 5 euro korting. En hij telt gewoon mee voor het gratis vuurwerk. Hier even een korte video van Bunkerfans. Daar hebben jullie dus al 5 euro korting op vanwege de kortingscode PTDCloud. Waar we ook een korting op hebben voor jullie en dat zijn de Pyro's. Deze zijn dat. Die kosten 1,50 per stuk en wij kunnen jullie die aanbieden voor 10 pakjes voor 10 euro. Is gewoon leuk voor de mensen die kinderen hebben of toch overdag willen stoken volgens de regels. 10 pakjes voor 10 euro in plaats van 15. Kortingscode PTD Pyro. Krijgen jullie hier alvast de korting op. Jullie zien trouwens hiernaast ook nog de knetta's van PTD. Onze eigen kat 1. Gaan we nu eventjes over naar onze lijst, jongens. Want ik moet je zeggen, ik heb al een soort van schets gemaakt wat ik tot nu toe wil hebben. En daar ga ik jullie even in deze video gewoon mee naartoe nemen. En de giveaway. Dus blijf kijken. Want ergens hier tussen in deze video ga ik jullie uitleggen hoe je kan meedoen aan de giveaway. Allereerst gaan we even naar de Eastern Knights. Die hebben we vorig jaar ook gehad. Alleen dit jaar wilde ik hem zeker 2 keer op de lijst hebben. Dat is dus €32,95 voor 36 shots. Van Oriental Fireworks. Harde burst. Dit is gewoon echt een top artikel. Eerlijk is eerlijk. Mooie kleuren later ook. Hier als het goed is. Ja, dit was hem in ieder geval. We hebben deze vorig jaar ook gehad in de compilatie. Hebben jullie allemaal kunnen zien. En naar aanleiding van vorig jaar dacht ik van, die gaat er zeker komen. En dan komt nu de giveaway, jongens. Want wij gaan dus 7 keer de Bunker Beam weggeven. Dat is dit jaar een cake die hetzelfde is als de Hypersturm. Die we toen heel erg
voor goedkoop konden weggeven aan jullie. Maar ook weggegeven hebben in een livestream. Maar de Bunker Beam is €49. Dat is echt een spotprijs voor dit artikel. En wij mogen hem 7 keer weggeven. Voor iedere vestiging 1. En wat moet je daarvoor doen? Ten eerste moet je even ons volgen op Instagram. @pyroteamdelft. En Vuurwerkbunker. Als jullie die twee accounts volgen. Ons volg je natuurlijk al, neem ik aan. En Vuurwerkbunker. Dan kunnen jullie gaan naar de laatste post van Pyroteam Delft. Daar zien jullie groot in beeld giveaway staan. En onder die post moeten jullie alleen even de stad neerzetten van deze steden die dus meedoen aan de giveaway. Met welke stad jullie mee willen doen aan de giveaway. Dus je hoeft alleen maar te zeggen Pijnakker. En dan doe je automatisch mee aan Pijnakker. Gaan wij vervolgens controleren of jullie Pyroteam Delft volgen en Vuurwerkbunker. En dan doe je dus automatisch al mee. De winnaar zal bekend worden dinsdag, dus overmorgen voor jullie, om 18:00 PM. Komen we gelijk met de uitslag of je wel of niet gewonnen hebt. Dus 7 artikelen, jongens. Elke vestiging 1 van Vuurwerkbunker. Wij hebben er 2 op de lijst staan, de Bunker Beam. En het is wel één van de beste artikelen voor die prijs op de markt. Kijk maar. Echt een mooi artikel. Hij is van Evolution natuurlijk en Vuurwerkbunker. Maar voor €49 ga je dit soort teentjes niet meer terugzien op de markt. Goed tempo ook, waar ik fan van ben. Echt een goed tempo, jullie zien het al. Het is gewoon echt een topartikel. Hebben we er eentje die we vorig jaar volgens mij niet hadden, of misschien wel. Dat is de Untamed Dragon. 36 shots. En we beginnen even klein, hè, want ze hebben ook heel veel Ria Keo, maar daar kom ik zo meteen even op terug. 32,95. En dit is ook eentje die echt de moeite waard is. Moet je kijken wat voor grote boeketten. Goede harde burst. Goed tempo. Dit is gewoon echt een heel goed artikel voor deze prijs. En ik heb het bewust gedaan dit keer. Want vorig jaar gingen we eigenlijk voornamelijk voor de grotere compounds. Nou, dat doen we nu dus ook. Komen we zo meteen op. Maar de kleinere, die mogen gewoon niet onderdoen. Het is gewoon een heel mooi artikel om er gewoon bij te hebben. Want het hoeft niet allemaal groot, grootser, groot. Weet je, ook voor mensen met een kleinere portemonnee kan je hele leuke cakes kopen. Crazy Mistress. En trouwens, ik laat deze wel even allemaal aan jullie zien. Hè? De artikelen die ik op mijn lijst heb staan. Maar mochten jullie naar aanleiding van deze video tips hebben van... Hé, maar Mies, die moet je er echt bij hebben. Hoe kan je die over het hoofd gezien hebben? Laat het even weten in deze comments. Want er komt ook nog een deel 2 hiervan. En dan kunnen we die meenemen in de volgende bestelling die we gaan doen. De Crazy Mistress, die hadden we 1 keer. €32,95. Die zet ik alvast in mijn winkelwagen. En dat doe ik omdat jullie dan dadelijk kunnen zien wat onze totale prijs is. Van Excite Fireworks. Nou, die staarten zijn al mooi met die crackling en die blinkende effecten. Kijk hoe mooi dit effect is. Met die blauwe effecten, dat is gewoon uniek. Die zie je niet veel bij andere producten. Ja, is heel ziek. Dat is dus de Crazy Mistress. Dan hebben we verder nog, die hadden we volgens mij ook vorig jaar, dat is de Mad Professor. Dan gaan we al in een iets duurder segment volgens mij, of een grotere cake. 40 schoten, die hebben we 1 keer op de lijst, ja. En we hebben zulke zieke artikelen, jongens, maar daar kom ik zo op. Bijvoorbeeld Ria Keo, want echt, door heel Nederland gaan jullie dit jaar plat gegooid worden met Ria Keo. Elke tuincentrum heeft Ria Keo. En er zijn een aantal artikelen, echt heel ziek. Deze hebben we dus ook op de lijst. Nou, spreekt voor zich eigenlijk niet, want moet je kijken wat voor effecten dit zijn. Voor deze prijs, hè jongens, €35. Als je dus niet een budget hebt van, laat ik zeggen, duizenden euro's, dan is dit gewoon een heel mooi artikel om erbij te hebben. De volgende, dat is natuurlijk onze topper. Daar zijn we vorig jaar natuurlijk
heel veel mee bezig geweest om die weg te geven aan jullie. Dat is dus een compound. Vorig jaar was die volgens mij iets goedkoper, tientje. Maar nu alsnog 69,50 per stuk. Is echt een hele goeie. En geloof me, vorig jaar was die snel gegaan. Hij was heel snel uitverkocht. Maar dit is dus een compound voor 69,50. En voor die prijs, als je dus een lager budget hebt, topartikel. Wij hebben hem twee keer. Kijk dan, wat een effecten. Het is een wat groter blok, weet je wel. Crackling erbij, eigenlijk alles wat je wil hebben in een cake. Die staat dus ook op de lijst en dit keer zelfs twee keer. Dan hebben we nog de Bunker Booster. De Bunker Booster is 89 euro, dan komen we wel bij het wat duurdere segment. Het is natuurlijk die lijn van Bunker Beam, Bunker Booster en Bunker Baas. Wij hebben dus de booster dit jaar wel weer gekozen. Ik weet niet of ik hem vorig jaar had, maar kan best hoor. Maar deze staat zeker op de lijst. Ik heb hem niet in mijn winkelwagen gezet trouwens, merk ik nu. Mooie effecten zoals jullie zien. En ik hou echt van die bruin-gouden burst in de lucht. Dat is gewoon, dat vind ik gewoon het mooiste vuurwerk. Ook weer in samenwerking met Evolution Fireworks. En ja, heel eerlijk gezegd, Evolution stelt je natuurlijk nooit teleur. De Outer Space, die hadden we vorig jaar ook. 94,50. Mocht je toch denken bij de Hypersturm, die is nog niet genoeg voor ons. Deze is trouwens op dit moment op, zie ik. Helaas, dus die kan ik niet in mijn winkelwagen zetten. Ga ik nog wel even achteraan, want ik wil deze trouwens wel hebben. Dus ik hoop dat Vuurwerkbunker die nog kan leveren. Dat is wel jammer trouwens, want deze staat wel op mijn lijst. Moet je kijken. Een soort wire effecten. Met in de staarten al mooie effecten. Oeh, dat is jammer man, als ze deze niet meer hebben. Daar zou ik van balen. Maar goed, mochten jullie inmiddels zien dat die wel weer beschikbaar is op de site. Of misschien is die in een andere vestiging, kan ook. Laat het even weten hier in de comments, want dan zetten wij hem er gelijk bij. Energy Vibes, ongeveer hetzelfde. Die zetten we gelijk in een winkelwagen, anders haal ik er wel twee van deze. 60 shot compound van het grootste kaliber. Van bunkerfans natuurlijk. Heeft ook wire effecten. Moet je kijken. 94,50 hè jongens. Ja, dit is gewoon echt een hele mooie. Ik hou echt van deze artikelen. Met een wijde waaier erin. En het liefst dan nog wel wat iets meer saluut natuurlijk. Maar deze staat zeker op de lijst. Vooral als die andere er niet is. Dan gaan we even naar Riakeo. Want Riakeo is natuurlijk... Volgens mij heet het officieel Riakeo, maar Riakeo zie je gewoon heel veel terug dit jaar bij alle winkels. En ze hebben dus verschillende collecties. Ze hebben dus collecties voor de Nederlandse markt. Dat is allemaal natuurlijk wat hier is toegestaan, 1.4. Dan heb je collecties die bestemd zijn voor de Duitse markt. Dus kijk daarmee uit bijvoorbeeld bij Duitse vuurwerkwinkels. Want bij de Duitse vuurwerkwinkels is vaak de blokken zijn dan 1.3 en die zijn officieel hier niet toegestaan. Ondanks dat je denkt dat het wel zo is. Zodiac, 109,50 euro, 48 shots en een V-shape. Hebben wij op de lijst. En heel veel van Riakeo heb ik trouwens op mijn schets staan. Kijk, jullie weten wel waarom ik deze gekozen heb. 30 mm. Heel mooi. En ik weet niet wat het is, maar op de een of andere manier, ik heb nog nooit in mijn leven Riakeo gehad. Ik weet niet hoe het komt, maar het is gewoon zonde. Terwijl ze al volgens mij 2 of 3 jaar in België verkopen. East meets West. Toch weer iets duurder. 109,50 euro, 48 shots, ook van Riakeo. Ja, het is gewoon een top artikel. Riakeo is echt wel een beetje het vonke kwaliteit vuurwerk. Moet je kijken hoe duidelijke effecten hierin zitten. 30 mm. Nou,
Ook daarvan denk ik dat jullie wel begrijpen waarom ik hem heb genomen. Dan hebben we van Riakeo ook nog de Beauty. Die is 150 euro, 127 shot compound. Ook 30 mm dacht ik volledig. Oh nee, sommige 25, sommige 30. Maar voor 150 euro voor zo'n blok. Mooie aanbieding, althans mooie prijs. Zie je dat? Die effecten zijn toch heel ziek. Ja, niet normaal. Echt niet normaal, kill. 139 euro. Excite. Nou, ook een heel mooi artikel, hè. Daarom heb ik hem ook op de lijst staan. Want, jullie zien het al. Tempo van bijvoorbeeld Excite en Bunkerfans en Vuurwerkbunker is gewoon heel goed. Het tempo is goed, de burst is hard. Het is gewoon het betere segment vuurwerk, vind ik zelf. Dan gaan we naar de volgende van de bunkerlijn. Dat is namelijk de Beats. Nou, die hebben we ook al een paar jaar gehad volgens mij. En vorig jaar dacht ik niet. 129 euro. En deze is volgens mij een... Ja, kijk, hier zie je ook al dat de effecten heel mooi zijn. Goede burst. Ook nog crackling erin. Ja, is wel logisch dat we deze nemen. Ik weet even niet of ik hem in mijn winkelwagen had gezet, volgens mij wel. Dan hadden we nog de Sakura Sparkles, 139 euro. Van Oriental Fireworks. Kijk, je hoort het, hè? De effecten zijn hard. Goede harde burst. En dit artikel waren heel veel reacties vorig jaar over in de compilatie van wat is dat artikel, hoe heet die? Die heet dus de Sakura Sparkles. Dan hebben we nog de Golden Pagoda. Ja, spreekt eigenlijk allemaal voor zich. Een ultieme gouden compound, 149 euro. En toch kon ik het niet laten, want op een gegeven moment zag ik volgens mij de Riakeo Beauty. Die ben ik opnieuw gaan kijken en toen dacht ik bij mezelf van weet je wat, die moet er gewoon alsnog bij. Dus die hebben we uiteindelijk zelfs twee keer en ik zit erover na te denken om ze tegelijk af te steken. Maar dat gaan jullie allemaal zien in de compilatie. Staat op de lijst. En natuurlijk, hè, ik ga jullie zo meteen even meenemen, maar ze hebben zoveel van Riakeo. Ik ben namelijk ook heel erg fan van die Great Wall. Alleen, ik zit even na te denken of dat past in het budget. De Gotcha hebben we dus ook van Excite. Mooie scherpe effecten, helder, crackling erbij. In de staarten ook al crackling. Ik hou van dat spektakel van deze cake. Dus die zit er ook bij. Dan hebben we de Blaster, dus ook van die bunkerlijn. Vind ik ook echt een onmisbare schakel als je dus echt van spektakel houdt. Kijk maar. Oh. Tempo is altijd goed, vooral bij Evolution natuurlijk. Kijk, en deze video is wel van wat verder weggenomen. Zie je, maar de boeketten zijn echt groot. Ik heb deze namelijk vorig jaar ook gehad. En dan gaan we even naar de laatste op de lijst van nu. Dat is de Marvellus van Riakeo. Die zag ik ook. Is een wat hogere compound. 169,50. Ja, is gewoon, spreekt voor zich. 100 shots. Volledig 30 mm. Kijk die effecten, jongens. Niet normaal, man. Ik hoop ook dat we dit jaar weinig wind hebben, man. Zodat de effecten lekker lang blijven hangen. Dat was vorig jaar niet. Kijk dan, kijk die effecten. Hoe lang ze blijven hangen. Is gewoon maximaal gevuld, hoor. Dus die staat ook op de lijst. En zoals ik net al zei, ze hebben dus heel veel van Riakeo. Moet je kijken. Dat loopt helemaal door zo. De Himalaya Nights, de Artificial Extraordinary, die is trouwens ook echt heel ziek, hoor. Ik zit daar ook over na te denken. En de Great Wall. Weet je wat? Zullen we gewoon die Extraordinary erbij doen? Nou, die ga ik nu wel gewoon, want... 30 mm compound.
kijk dan man, wat een effect. En stel je voor dat je deze in een woonwijk doet met Oud en Nieuw, dan ben je wel echt de baas van de straat. Kijk die effecten joh. Nee, deze ga ik er wel alvast bij doen. Himalaya Nights, die ook. Moet je kijken, gek. Je ziet, je herkent het wel allemaal, weet je. Riakeo, veel verschillende effecten, maar ik denk dat de echte pyro's, die herkennen dit effect wel als je deze terugziet in de straat of in de wijk. Dan denk je wel, oh ja, dit is Riakeo. Gewoon samen met Funke, een van de betere producten. Ik denk dat ik het hier even bij laat. Ik ben nog aan het kijken naar andere artikelen en ik wil graag jullie hulp daarbij inschakelen. Mochten jullie artikelen hebben die jullie graag terug willen zien of waarvan jullie zeggen, Mies, die moet je echt nemen. Zeg het dan even, want kijk, ik ga natuurlijk niet alles nemen van Riakeo. Want ik zit bijvoorbeeld te twijfelen tussen de Excellence en de Great Wall. Maar wat is jullie voorkeur? Voor welke zouden jullie gaan? Geef mij daar even de tips in. Ook andere producten, want dan voegen we die toe bij onze lijst. Want op dit moment is de prijs al behoorlijk hoog. Maar goed, dat zijn... We zitten op dit moment op 3000 euro. Nou, daar kan zeker nog wel wat bij. Als we met z'n 12 zijn. En zoals ik al zei jongens, de kortingscodes staan ook nog even in de beschrijving. En de giveaway kan je dus aan meedoen door Vuurwerkbunker te volgen op Instagram en ons, Pirate Team Delft. En laat in de laatste post even achter in welke stad jullie graag mee willen doen. Dan maken we dus aanstaande dinsdag om 6 uur maken we dus bekend wie de winnaar is. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden jongens. Laat ook even achter of jullie al een bestelling hebben gedaan. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En zie jullie mij morgen weer bij een nieuwe video.